Ja, hoi. Ik sta in mijn keuken even een heel erg lekker alcoholvrij drankje voor mezelf te maken. Deze lekkere zondagmiddag. En ik dacht, misschien is dat ook wel een hele leuke tip voor jou. Want misschien merk jij, net als ik, dat alcohol je gewoon steeds meer energie gaat kosten. Hè, niet op het moment dat je het drinkt, hè, eind van de middag of in de avond, dan is het vaak altijd heel erg gezellig. Maar ik merk gewoon de volgende dag dat me dat gewoon heel veel energie kost. Ik heb geen kater, ik heb geen hoofdpijn, ik loop nog steeds lekker hard 's morgens vroeg. Maar ik merk gewoon aan mijn hoofd dat mijn hersenen niet meer zo alert zijn. En dat gebeurt al, nou, de eerste glas wijn kan nog als ik er iets bij eet, maar bij een tweede glas wijn krijg ik er al last van. Dus vandaar dat ik steeds vaker kies voor een alcoholvrij drankje. En nou vind ik niet heel erg veel, zijn er niet heel veel lekkere kant-en-klare alcoholvrij drankjes. En vaak zijn die ook niet zo heel gezond, dus maak ik hem altijd zelf. En wat ik nu doe, een van mijn favorieten op dit moment, is een grapefruit. Kijk, ik heb een grapefruit uitgeperst. In dit glas, half vol. Dat vul ik aan met bronwater. Lekker bruisend bronwater. En dan gaan daar lekker wat granaatappelpitjes in. Dus die kun je ook invriezen in een blokje, maar dit komt uit de diepvries. Dus ik doe ze gewoon vanuit het zakje erin. Dan zijn ze ook lekker koud. Dan krijg je eigenlijk van die hele kleine ijskrantjes. En nou, dan krijg je echt zo'n heerlijk bruisend glas met een lekker smaak. Dit is een beetje bitter natuurlijk. Ik hou heel erg van bitter. Ik ben in de loop van de afgelopen jaren bitter als smaak heel erg gaan waarderen. En het is lekker fris, lekker koud. En ik vind het een heerlijk drankje. Dus ik dacht, nou, misschien... Ik deel het in ieder geval met jou, want misschien is dit voor jou ook even een hele goede tip. Super gezond, geen alcohol en morgenochtend een heel scherp hoofd om allemaal weer leuke dingen te creëren. Hey, zo goed voor jezelf, hè? Niemand anders die het doet. Dat is echt toch jouw eigen opdracht.